U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag te maken met stapelwolken en felle opklaringen. En sommige stapelwolken groeiden uit tot een paar pittige buien. Die buien die trokken met name over het binnenland. Langs de kust viel het allemaal wel mee. Er ligt nog wel wat bewolking klaar. In de vorm van wat dikkere wolkenvelden en ook mogelijk weer wat buien. En dat zou de Noordwestkust ook nog wel aan kunnen doen. Die zien we ook op de radar. We zien de buien vooral in het binnenland ontwikkelen met zwarte pitjes erin. Dat betekent echt even korte tijd felle neerslag... Er zat ook hagel en onweer bij. En we zien op de Noordzee ook wat verbrokkelde neerslag langzaam richting het noordwesten trekken. Nou, die buien in het uh, oostelijke helft van het land die gaan geleidelijk aan naar Duitsland wegtrekken. En dat betekent dat het droog wordt. Misschien nog een enkele bui in het noordwestelijke kustgebied. Maar ook daar zal het vanavond hoofdzakelijk toch wel droog zijn. Opklaringen, wat wolkenvelden, temperaturen van een graad of 11. Vannacht met een laatste bui in het noordoosten van het land. Temperaturen tussen de 5 en 8 graden. Morgen dan een dag met uh, overzakelijk droog weer. Vooral in het westen van het land schijnt de zon volop. In het binnenland ontstaan wat makkelijke stapelwolken. Maar de kans dat dat nog buien worden is niet zo heel groot. Misschien in het oosten van het land. Dat zou kunnen. 15 graden in de kop van het Holland. En 17 of 18 landinwaarts. Een meest matige wind uit een westelijke richting. Dan de vrijdag. Dat is een droge dag met zonnige periode. En een temperatuur landinwaarts tot lokaal zelfs 20 graden. Nou draait de wind in de nacht naar zaterdag naar het noorden. Dan zou ook even wat lichte neerslag kunnen vallen. Maar zaterdagochtend wordt het al snel weer droog. En dan stroomt koelere lucht het land in. 14 tot 18 graden is het met in het binnenland. Wat wolken en ook wel zon tussendoor. In de loop van zondag neemt de bewolking weer toe. Neemt ook de kans op neerslag toe. Maar met een beetje geluk is het pas avond voordat die neerslag ons echt weet te bereiken. Temperaturen, dan de dagen die volgen. Het wordt allemaal wat onzeker. Het zou kunnen zijn dat we iets richting de 20 graden gaan. Maar dat is wel de bovenkant van de verwachting. En kijken we naar de onderkant. Ja, dan moeten we toch ook concluderen dat het tamelijk fris kan blijven. Grote onzekerheid dus op een wat langere termijn. Uh, en daar moeten we het voorlopig mee doen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.